Peter Vries zorgde gisteren in het TL Boulevard voor een ongemakkelijk sfeertje. Hij onderbreekt wetenschapsjournalist D.D. Jekel meerdere keren terwijl hij het over de nieuwe mondkapjes had. Punt schrijfveiligheid. Punt was altijd vuil tegen het gebruik van mondkapjes in coronatijden, maar sprak dat standpunt gisteravond toch tegen. Hij geeft aan dat het gebruik van de mondkapjes in sommige gevallen toch wel nut zou kunnen hebben. Peter R. de Vries betrapt hem op deze tegenstrijdige instelling. Dan is het toch raar, die Jederik, dat jij zegt dat het schijnveiligheid is en dat 1,5 meter afstand beter is, maar dat zij dan wel in het openbaar vervoer verplicht willen stellen? Het is veilig of schijnveiligheid, maar het is natuurlijk heel raar om het dan verplicht te stellen als eigenlijk de opinie is dat het schijnveiligheid is. Kijkers kunnen de krekels bijna horen. Bekijk hieronder de aflevering. Vanaf minuut 7. 34 hebben de twee hun mondkapjes discussie. Voortvoerder van het drie er ontstaat een zeer ongemakkelijke discussie tussen de twee, onderbroken door wat schampere lachjes van de medepresentatoren. Peter vindt dat de regering en nu dus ook die ederik van de hak op de tak springen wat betreft de mondkapjes. Als je zegt dat het schijnveiligheid is, dan moet je het ook nergens verplicht stellen, want dan ga je mensen met iets opzadelen waar niemand in gelooft. De jederik voelt zich natuurlijk op zijn tenen getrapt en zegt dat hij niet de persoon is die de regels bedenkt. Ja, maar jij bent toch de woordvoerder van het rief? Reageert de misdaadverslaggever spottend. Wel of geen mondkapje blijft bij de jederik nog de levende gevoelig onderwerp.Boulevardproblemen problemen. Het is niet de eerste keer dat een RTL Boulevardaflevering aflevering voorop heeft zorgt. Het programma had eerder deze week nog technische problemen en viel zo uit de lucht. Petere de Vries is ook zeker niet op zijn mondje gevallen wat wel eens voor wat ongemakkelijke situaties en gemeenesneren kan zorgen. Voor ons zorgt het alleen maar voor geweldige tv.